Hoi, vandaag gaan we het eens hebben over een stabiele core. Dat is heel belangrijk, want daarmee voorkom je tijdens het fietsen blessures, maar je maakt je lichaam ook sterker. En dat kan bijvoorbeeld leuk zijn als je een keer goed wil sprinten of als je een lange klim hebt, dan is het altijd goed om je spieren wat extra kracht te geven. Nou, heb je net als ik geen tijd of geen zin om elke week een paar keer naar een sportschool te gaan, dan kun je heel eenvoudig ook elke ochtend of wanneer je maar wilt op de dag een paar oefeningen doen en daarmee kom je al een heel stuk verder. Kleine investering is dan misschien een kettlebell. Dat is een heel handig dingetje. Voor een paar tientjes kun je die kopen. En dan fiets je beter. Vandaag heb ik hulp ingeroepen. Hi. Saskia van BeFit Leiden. Die is in ieder geval een expert op het gebied van fitness. En die gaat mij een beetje verder helpen met de oefeningen. En laten zien hoe ik het beter kan doen. En wat we nog allemaal extra kunnen doen om beter te fietsen. Nou, laten we beginnen. Ja, ik zou beginnen met de plank. Plank is een goede oefening voor de core stability, dus om de hele core sterker te maken. Janine laat zien hoe die moet. Wat belangrijk is, is dat je dus één rechte lijn bent, je navel goed intrekt en oplet dat je geen holle rug maakt. Dat is belangrijk. Dus wat ik altijd zeg, trek je staart tussen je benen en span die wilspieren een beetje aan. Ook belangrijk is niet je hoofd laten hangen. Janine laat het goed zien. Dus blijf gewoon naar je handen kijken. En geen knik in je nek dat je omhoog kijkt. Dus inderdaad, je gaat iets van beneden. Dus je hoofd in het verlengde van je rug houden en dan recht. En hoe lang moet ik dit volhouden? Dit mag je volhouden totdat je merkt dat je gaat compenseren. Dus je gaat nu al een beetje in je rug hangen, dus ik zou nu stoppen. Ja. En je kan dit dus langzaam opbouwen tot een minuut bijvoorbeeld. De volgende die we hadden bedacht, een hele leuke, is de bicycle crunch. Janine laat hem zien. Dus je komt op je rug liggen. En je brengt je linker elleboog naar de rechter knie en andersom. Heel goed. En hierbij is belangrijk ruimte tussen de kin en de borst houden. Ook weer die navel intrekken. Geen holle rug, dus zorg dat die rug in de grond geduwd is. En als je het zwaarder wil maken, kan je je benen verder uitstrekken en dichter naar de grond, hoe zwaarder die is. Als je dat te zwaar vindt, hou je knieën wat dichter bij je. Nou, een goede oefening ook voor de onderrug is, laat ik toch even zien, is die deadlift. Dan kan je de kettlebell pakken. En belangrijk hierbij is dat je goed de schouderbladen bij elkaar houdt. De knieën zijn licht gebogen. Je gaat met een rechterrug naar voren. En je komt weer met een rechterrug op. Dus een rechterrug naar voren. En een rechterrug op. Dus ook weer één rechte lijn. Dat is een goede oefening voor de onderkant van de rug, de billen en de hamstrings. Dus die wilde ik nog even laten zien. Zelf doe ik elke ochtend 3 setjes van 10 squats. En dan pak ik de kettlebell zo, dus geef hem aan toe. En dan sta ik schouderbreed. Ja. En dan voet inderdaad schouderbreed. En wat belangrijk is, de tenen recht naar voren. En in de squat de knieën boven de tenen houden. Wat veel mensen doen, is dat ze de knieën naar binnen gaan doen. Maar let erop dat je knieën boven de tenen blijven. Ook belangrijk in de squat is echt de billen goed naar achteren, alsof je op een krukje gaat zitten. Dus je knieën gaan nu iets boven de tenen. En ik heb liever dat je... Je hoeft niet zo eens zo heel diep te zakken. Maar de billen naar achter, zo voor een krukje achter je staat, in plaats van dat je de knieën naar voren gaat gooien. En dat de knieën dus voorbij de tenen komen. Dus dat is ook iets waar je op moet letten. Zou je rechtervoet nog iets rechter zetten? Ja. Nou, als je dit ook een setje van 12 tot 15 keer doet, ook goed die bilspieren aanspannen als je omhoog komt. En ook weer ongeveer 3 series. Dus 3 keer 15. Dit is de lunge. Je rechterbeen is voor en je houdt de kettlebell dan links vast. Je kan ook gewoon beginnen zonder gewicht, hè? Dan is hier vaak al moeilijk genoeg. Dit is ook gelijk een balansoefening. Dus doe maar, je zakt gewoon door je been en je komt weer omhoog. Ook hier belangrijk is weer, blijf rechtop, hou die schouderbladen bij elkaar en trek die navel wat in. Nou, als je dit ongeveer 10 tot 12 keer per kant doet en dan van been wisselt en dan ook weer 2 of 3 setjes, is dat prima om mee te starten. Nou, had je nog een hele leuke oefening waarmee je iets explosiever kan worden? Ja, belangrijk bij het wielrennen is dat je af en toe moet aanzetten, een sprintje trekken. En daarvoor moeten de spieren snel kracht kunnen leveren. En daarvoor zijn explosieve oefeningen goed. En waar je dan bijvoorbeeld aan kunt denken is de jump squat. En de jump squat is belangrijk dat je eerst de spieren laat. En dan ga je naar achter met de armen naar achter en dan spring je omhoog. En dan ga je achter elkaar door. Doe maar. Ook je tenen recht naar voren. Eerst dus naar achter en dan spring je omhoog. Ja, top. Let erop dat de knieën boven de tenen blijven. Dat je rechterknie gaat nu iets naar binnen. Wel de billen goed naar achter. Het is gewoon alsof je in die squat. Vermoeiend, hè? Ja.
Ja. Dus ongeveer 10 tot 12 keer is ook weer voldoende. Neem je even goed rust en dan doe je nog 2 of 3 keer. Heel belangrijk. Belangrijk bij de kettlebell swing is dat je hem niet vanuit de armen omhoog gaat gooien, maar dat je hem echt vanuit de heupen doet. Dus je brengt de heupen naar voren, je spant die bilspieren aan en dan hoef je je armen in principe niks te doen. En hou vaart erin, anders moet je te veel kracht gaan zetten. Ja, heel goed. Dan doe ik er meestal gewoon 30 stuks aan één. Ja, ik denk dat als mensen beginnen is ook 12 tot 15 herhalingen meer dan genoeg. Oké. Ja. En veel mensen hebben ook een zwaardere. Ja, voor de kettlebell swing kan je eigenlijk wel 10 of 12 kilo pakken. Maar hoeft niet gelijk. Maar eigenlijk voor de kettlebell swing is deze te licht. Oké. Ja. Nou, oké. Super. Betere dag. Wat ook nog een leuke oefening is met de kettlebell, is een oefening voor de schouders. Waarbij je ook nog de lange rugspier meepakt. Dat is de zogenaamde upright row. Nou, je pakt de kettlebell zo vast. Belangrijk is de schouders laag, de schouderbladen aan elkaar houden. Dan kom je omhoog, de ellebogen gaan omhoog en terug. En weer op en terug. En weer op en terug. Ook dit kan je ongeveer 12 tot 15 keer doen. En dan weer 3 setjes. Belangrijk is de schouders laag te houden, dus ga die niet mee optrekken. En de kettlebell komt tot de borst, dus die hoeft niet helemaal naar je kin. En die ellebogen komen omhoog, dat is belangrijk. Ja, heel goed. Oké, top. Nou, hartstikke bedankt Saskia. Ja, ik vond het leuk om te doen. Dat heel veel mensen er net zoveel aan gaan hebben als ik. Precies. En nou, dan gaan we weer sporten. Ja. Doei. Succes.